Porsche heeft heel erg veel te danken aan het succes van de Cayenne, de grote SUV. Niet in de laatste plaats de financiële toekomst van het bedrijf. Maar je kan niet eeuwig grote SUV's met dikke benzinemotoren blijven bouwen. Zeker niet in het huidige klimaat. Het moet schoner, het moet zuiniger. En dan heb je natuurlijk een aantal opties. Een ervan is diesel. Dat ligt alleen een beetje moeilijk bij het concern op dit moment. Een andere optie is hybridisering. Dat deed Porsche al bij de vorige generatie van de Cayenne. En vandaag is het tijd om kennis te maken met de tweede generatie Cayenne e-hybrid. Want waar de vorige Cayenne er was als normale hybrid en als e-hybrid, dus als plug-in, is deze er alleen in die laatste variant volgens nog. En aangezien er ook een Panamera plug-in hybride is, zou je denken, die delen een hoop techniek. Maar dat valt in de praktijk eigenlijk heel erg tegen, want deze Cayenne is een wezenlijk andere auto. Hij staat op een ander platform, hij heeft een hele andere transmissie, geen PDK, maar een achteraps volautomaat met een koppelomvormer. En ook een andere verbrandingsmotor, want waar die Panamera gebruik maakt van een 2,9 liter biturbo V6, ligt ervoor in deze Cayenne een 3 liter V6 met maar één turbo. Maar goed, die levert alsnog 340 pk en 450 Nm. Daarachter zit een elektromotor van 135 pk en 400 Nm. Dus theoretisch zou dat systeem goed moeten zijn voor 850 Nm koppel. En dat zou ook kunnen, alleen dat kan die achterop ZF-bak niet aan. Dus hij wordt begrensd op een systeemkoppel van 700 Nm. Dat is nog meer dan voldoende natuurlijk. Maar het is een plug-in hybride, dus er ligt ook een 14,1 kWh accupakket achterin. Helemaal netjes weggewerkt, dus je houdt gewoon de bagageruimte en de achterbank. Je ziet er verder helemaal niks van. Maar hij kan wel volledig elektrisch rijden. Nou zeggen ze bij Porsche, de NEDC range is 44 kilometer. Ik heb het vanmorgen even geprobeerd, ben niet op de snelweg geweest. Ik heb rustig gereden, nou, dan nog 30 kilometer, dan houdt het echt wel op. En dan gaat de auto verder als normale hybride. Alleen bij Porsche is hybride er niet alleen op gericht om het verbruik te drukken, maar vooral ook om de performance te vergroten. Dus je hebt een aantal rijmodi, e-power, dat is volledig elektrisch rijden. Dan heb je drie soorten hybrid. Je kan hem zelf zijn werk laten doen, de batterij opladen of de batterij juist houden op de lading die erin zit. En dan heb je twee sportmodi. En vooral in die laatste wordt het accupakket zo snel mogelijk volgeladen dat je in ieder geval genoeg hebt om de elektromotor volledig te kunnen gebruiken. En dan heb je dus een systeemvermogen van 462 pk. En daarmee moet zelfs deze 2300 kilo wegende mastodont heel serieus kunnen accelereren. Ja, want als je die 462 hybride pk's allemaal aanspreekt, dan zou je echt niet zeggen dat je in een auto van bijna 2300 kilo zit. Het heeft er gewoon echt totaal geen moeite mee. En hij is echt walgelijk snel. Maar meer nog eigenlijk dan de snelheid aan zich, is het de verfijning van de aandrijflijn die de meest positieve indruk maakt. Want in de Panamera heb je die bak met dubbele koppeling en die is eigenlijk continu een beetje aan het zoeken van hoe ga ik het vermogen van de elektromotor en dat van de verbrandingsmotor een beetje mooi aan elkaar lijmen. En dan wordt hij een beetje zoekerig. En in deze Cayenne, de samenwerking tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor is al goed. En elke onvolkomenheid die je nog over zou kunnen houden, die draait gewoon weg in die koppelomvormer. Dus ja, je ziet hier wel een metertje met of de elektriciteit gebruikt wordt of juist bijgeladen wordt. En je hebt een boostmeter zodat je weet of je nog elektrokracht kan gebruiken. En die auto doet op de achtergrond van alles, maar daar ben je hier ja, heel vaag in de verte van bewust. En voor de rest 700 Nm tussen 1000 en 3500 toeren per minuut. En dat maakt hem moeiteloos snel en soepel, ook als de motor afslaat of juist weer start. Ja, ergens vaag in de verte ben je bewust dat het gebeurt, maar je hebt er geen last van. En dat maakt deze hybride wel ontzettend prettig en tegelijkertijd moet hij er in ieder geval een stukje zuiniger van worden. Ik moet wel zeggen dat het is niet een enorme stap. Zo'n 30 kilometer, zoals ik zei, kun je er elektrisch mee rijden. En dan moet je afhankelijk van wat voor laadpunt je hebt tussen de 2,5 en de 7 en 3 kwart uur laden. Ja, dat zijn geen grensverleggende cijfers. Het is wat beter dan de vorige keer in de plug-in hybrid. Maar met de huidige stand van techniek, ja, het verlegt de bakens niet echt. Maar goed, wat je krijgt, het zit allemaal ontzettend goed in elkaar. Het werkt naadloos. Je hoeft niks in te leveren op praktisch gebruiksgemak. Hij is snel. En ook als je alleen op elektrokracht rijdt, dan is het een hele prettige aandrijflijn. Dan heb je maar 135 pk. Dat is natuurlijk niet heel veel voor zo'n enorme tank. Dus het gaat niet heel hard. Maar je hebt wel een elektrische launch control functie. Dat dan weer wel. Nou, is dat accupakket eenmaal helemaal leeg, dan gaat hij over naar een hybride modus. En dan heb je dus een boostmeter hier voor je neus. En dan kun je dus zien hoe lang je nog gebruik kan maken van de kracht van de elektromotor om de verbrandingsmotor te ondersteunen.
laat je hem in hybrid staan, dan gaat dat boostmetertje na verloop van tijd leeg. En dan kom je dus op een gegeven moment op een moment waarop je hem niet meer kan gebruiken. Dan hou je alleen de verbrandingsmotor over. Ga je dan wat verder naar Sport en Sport Plus, dan wordt hij daar wat agressiever in. Dus dan wordt alles erop gericht om zo snel mogelijk weer capaciteit in dat accupakket te krijgen. Zodat je altijd maximale prestaties hebt. Maar goed, daar leidt het verbruik dan ook wel een beetje onder natuurlijk. Daar is het niet voor bedoeld. Maar sportieve rijstijl, dat past wel weer heel goed bij de Cayenne aan zich. We kennen hem natuurlijk, het is het Audi Q7 platform en daar heeft Porsche zijn trucendoos bij opengetrokken. En optioneel luchtvering en vierwielbesturing, vind je het allemaal aan. Dan heb je een ontzettend capabele SUV. Kijk, sportiviteit is heel relatief hè, bij zo'n grote hoge auto. Maar voor zover het bestaat in een SUV, doet deze Cayenne het wel heel erg goed. Heel veel grip, heel veel tractie, veel feedback ook. Dus je hebt echt wel binding met de auto. En dat maakt het ontzettend leuk. Dus het is eigenlijk alles wat we van de Cayenne prettig vinden. En dan met een hybride aandrijflijn die de kosten drukt. Want dit is wel de goedkoopste Cayenne die je in Nederland op dit moment kan kopen. Iets meer dan een ton. En ja, dat is veel geld. Maar je krijgt er ook wel ontzettend veel auto voor. Het is echt een ontzettend goed product. Het enige wat een beetje klaagt, en daar kan de auto op zich niet zoveel aan doen, is dat het een beetje voelt als een soort tussenpauze. Want 3 jaar geleden op de IAA in Frankfurt liet Porsche ons de toekomst zien, de Mission E. En ergens hadden we toch allemaal wel verwacht dat we omstreeks 2018 met die auto zouden kunnen gaan rijden. En dat is niet het geval. Die staan nog in de coulissen. En in plaats daarvan doen we het nu weer met een plug-in hybride. En die gaat in alles iets verder dan zijn voorganger. Maar zoals gezegd, het is geen grensverleggende auto. Wel een hele goeie.